daar kent iedereen je naam. En waar ben je altijd samen? Het is zomer, het is feest. De muziek mag lekker luid. Iedereen komt zo naar buiten. Vogels fluiten, het is feest. Hey, hallo, dag lieve mensen, kom erbij. Hallo, liefste schat van mij. Hallo, beste vriendin. Hallo, wereld, kom erin. Hallo, feestjes en plezier. Hallo, Katrien. Zet de zomer op 10. Oh, wat leuk om jou te zien. Ik bewaar een plekje voor je, weet wel wie. Hallo, lieve gekke meid. Hallo, Katrien. Karen gist een stukje komkommer van het bord. En het glipt in haar mond. Haar kaken vermalen de uit Azië afkomstige eetbare vrucht. Gaat Karen gezonder leven? Of had ze gewoon zin in groenten? Of verandert Karen langzaam in een konijn? Dus waar ben je aan toe? Ja, aan het filmen. Nou, dat zie ik ook, maar waarom? Voor een voorstel voor een nieuw programma. Het leven van K3 zoals het is. Ik denk niet dat er iemand wil zien hoe we thuis leven, hoor. Zo saai. Hé, hey, spreek voor jezelf, hè. Is het leven van Karen en Christel echt saai? Of beleven ze ook spannende dingen? Blijf kijken en zie het allemaal in het leven van K3 zoals het is. Stil, er komt een prijsvraag op de radio. Je kan 2 VIP-arrangementen winnen voor het concert van Lady Gaga in New York. Met meet and greet. Dus wie die 2 felbegeerde tickets wil winnen, belt als de bliksem het antwoord door op de volgende vraag. In welke Europese stad staat sinds 1913 een beeld van de kleine zeemeermin? Go, go! Stockholm? Nee, in Kopenhagen. Ja? Echt? Oké, Josje, bel jij dan. Kom. Dan kunnen we samen naar Lady Gaga. Nee. Die is veel te wild voor mij, hoor. Bel jij maar. Hé? Ja. Dan kun je samen met Christel. Oh, ja. Ik weet het. Het staat in Kopenhagen, in Denemarken. Ik moet bellen nu, hè. Waar is mijn gsm? Sorry. Ja, lap, ik heb die boven laten liggen, hè. Hier. Oelewapper. Oh, bedankt. Ja, ik was er helemaal niet op voorzien natuurlijk, hè. Hey, wie heb ik aan de lijn? Hallo. Wie ben ik? Oelewapper. En uw voornaam, meneer Oelewapper? Marcel! Wel, goedemiddag, Marcel Oelewapper. Is dat onze Marcel? En wat is uw antwoord? Wel, het beeld van de kleine zeemeermin, hè? Dat staat in... Stockholm. Zeg Stockholm. Kopenhagen! Proficiat, Marcel Oelewapper. U hebt het VIP-arrangement gewonnen voor het concert van Lady Gaga in New York. Het is niet waar, hè. Wat kan Marcel nu doen met 2 tickets voor Lady Gaga? Plezier maken? De vraag is, met wie gaat hij? Met mij. Dat denk jij. Yes. Ik heb 2 VIP-arrangementen gewonnen van Lady Gaga. Zie, wie is eigenlijk Lady Gaga? Het is de grootste popartiest aller tijden. Wie ga je eigenlijk meenemen naar dat concert? Ah, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien is het een goed idee om een lieve, goedaardige cafébazin die gratis drankjes geeft, mee te nemen. Ja? En waar vind ik die? Hier, Marcel! Neem mij mee. Hallo, allebei. Nou, waar gaat Marcia meenemen, Roos? Naar een VIP-arrangement in New York met Lady Gaga. Ja, ik heb de laatste 2 tickets gewonnen op de radio, hè. Echt? Ja. Ik probeer al weken aan die tickets te komen, maar het lukt niet. Alles is uitverkocht, hè. Maar jij wil ook echt mee, Roos? Ja, natuurlijk, ik ben helemaal kapot van Lady Gaga. Ja, ik ook. Maar goed, als Marcel jou verkiest, dan leg ik me daarbij neer, hè. Had hij ook graag meegegaan? Heel graag. Maar nogmaals, ik wil Roos niet voor de voeten lopen. Nou, dan mag... Al had ik het wel heel erg leuk gevonden, Marcel, om met jou mee te mogen. Kijk, mijn vader die heeft dit soort leuke dingen nooit met mij gedaan. Oh. Ja, dat is erg. Jij krijgt gratis te drinken.
Zoveel als je maar wilt. Een hele week lang. Ik zal er eens over nadenken. Marcel is niet thuis. Karen en Christel zijn radeloos. Josje, zet die camera nu eens 5 minuten af, dan werkt op mijn zenuwen. Huh? Oh, Marcel. Ik was net op zoek naar jou. Mijn lievelingsbuur. Ja, en ook mijn lievelingsbuur. Oh, ik heb altijd al gedacht dat Bas uw lievelingsbuur was. Bas? Oh, nee, dat lange niet. Allee, wat kan ik voor jullie doen? Maar geen geld vragen, hè? Nee. Zeg, we hebben gehoord dat je op de radio tickets gewonnen hebt voor Lady Gaga. Ja. En nu vroegen wij ons af of ik mee mocht. Of ik, hè? Ja, lap. Jullie ook al. Ja, maar Bas en Roos die willen ook meegaan. Nou, nu weet ik zeker niet meer wie dat ik moet gaan kiezen. De knapste. De liefste. Ik weet het niet, meisjes. Maar weet je wat? Ik beslis eind deze week. Ja. Wie gaat Marcel kiezen? Karen? Of Christel? Bas? Of Rosie? Je ziet het allemaal. Zometeen in Josje. Nog een kolletje, Rosie. Is je 12 al, hè? Ja, maar ja, het is gratis, hè? Je gaat toch geen misbruik maken van mijn goedheid, hè, hoelewapper? Ik zou niet durven. Goh, krat is alweer leeg. Een nieuwe pakken. Dag, broerke. Frans? Hallo. 16 jaar geleden dat je nog gezien hebt. En je bent nog in haar veranderd. Ik heb u gemist. Kom hier. Dan kun je er goed vastpakken. En wat doet jij in Frans? Ik wou u nog een keer zien. Ja, maar misschien had je eerst kunnen verwittigen. Ja, Marcel, je kent mij, hè? Zeg. Ik beslis altijd op het laatste moment. Je hebt toch geen kangaroo mee? Deze keer was een goede grap. Ja, ik lig nog plat. Zeg, hoe gaat het in Australië? Oh, goed, Marcel. Man, ik ben stinkend rijk. Mijn kangaroo farm is echt een big business. Mijn vrouw, mijn dochters zijn zot van mij. Ik heb echt het leven zoals ik het altijd heb gedroomd, Marcel. Ja, hoe is het met u? Goed. En met uw zoon? Mijn zoon is naar de zee. En met uw zaak? Mijn zaak? Ja, in uw brief dat je mij hebt geschreven een jaar geleden, schreef je dat je een zaak hebt en dat je manager bent. Hoe is het daarmee? Ik mag niet klagen. Wat is dat voor zaak eigenlijk? Want dat stond er niet bij. Hè? Het is toch geen kangaroo farm? Oh my god! Nee, dit is mijn zaak, hè? Dit café. Jij, cafébaas. Je staat wel aan de verkeerde kant van de toga, Marcel. Ja, maar een goede cafébaas moet het café kunnen bekijken uit de ogen van de klant, hè? Ah. Hola. En je hebt ook al personeel. Personeel? Marcel, het toilet, waar is dat ergens? Want ik moet al pipi doen van in Australië. Ja, ik ben vies, hè, om op die toiletten te gaan, om die airport. Jij hebt mij het een en ander uit te leggen. En wel onmiddellijk. Nee, ik zeg toch niet hoe ik Marcel ga overtuigen, hoor. Maar één ding is zeker. Hij neemt mij mee naar het concert. Ik heb nogthans iets voor hem, waardoor ik zeker weet dat hij met mij zal gaan. En ik zeg toch niet wat. De spanning om het ticket stijgt.
Zou Christel Marcel overtuigen met haar zeldzame postzegel? Of zou Karen Marcel overtuigen door lid te worden van zijn zwemclub? Josje! Oh, dat heb ik beter zeker niet gezegd. Dus jij hebt tegen je broer gelogen? Dat je een café hebt en een zoon hebt, omdat je vindt dat hij meer succes hebt dan jij? Dat is niet plezant, hè? Frans is altijd al de lieveling geweest van iedereen. En nu heeft hij alles waar hij ooit van gedroomd heeft. Ik ben zijn oudere broer, hè? Hij heeft nooit naar mij opgekeken. En ik zou ook iets willen hebben waarmee ik kan opscheppen. Wil je mij niet helpen? En doen alsof ik de cafébaas ben? In geen duizend jaar? Ook niet voor een VIP-arrangement? Nee, nee, ik laat me niet omkopen. Schande dat je die aardige man zo voor de gek houdt. Je moet je schamen. Jongen, als Frans te weten komt dat dat café niet van mij is, maar hij lacht me nog jaren uit. Dat is dan je verdiende loon. Een aardbeienthee voor mij. Komt eraan. Heb je nog ander personeel, Marcel? Nee, alleen Rosie. Wat je weet, een knappe verschijning achter de toog. Dat lokt veel volk naar uw café. Jawel, dan zou je toch beter een knappe verschijning aanwerpen. Pak aan! Nee, ik had heel iets anders verwacht. Toen je schreef dat je manager waart, dan had ik zeker en vast niet zo'n oud, ordinair, karakterloos café verwacht. En dan achter de toog een oma. Maar enfin, je doet je best. Zeg, Frans. Marcel is helemaal geen manager van dit café. Nee, 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 nee. Hij is de cafébaas. En hij is manager van K3. K3? Mijn broerke. Manager van K3? Oh my god. Ik ben zot van K3. Broerke, jij kunt dat toch arrangeren, hè, dat ik hen eens kan ontmoeten. Is geen enkel probleem, hè? Grote broer. Ja, natuurlijk. Merciekes, Marcel, merciekes. Zeg, maar ik ga nu eerst een dutje doen, hè. Waar is uw flat? Een flat? Ja. Maar ik heb maar één bed. Jij gaat voor uw broerke toch de nacht of vijf op de grond slapen, hè? Vijf? Ja, maar. Nee, Marcel. Hoi. Oh my god. Josje van K3, is het niet? Ja, dat ben ik. Wat vind je van onze Marcel als jullie manager? Nou, Marcel is echt een topmanager, hoor. Marcel, Marcel, Marcel. Mijn broer, manager van K3. Oh my god. Heb ik iets gemist? Sinds wanneer is Marcel onze manager? Hé! Hey. Oh my god! Hé, hey, nog een K3. Christel! Ja? Ja? Dat is mijn broer Frans. Oh, aangenaam. Hoi! Zeg Marcel, ik heb voor jou een heel speciale posttegel gekocht van de kleine zeemermin. Ja, merci, dat is heel vriendelijk, Christel. Marcel, Marcel, ik word lid van jouw zwemclub. Oh, dat is heel tof. Oh my god! Hoi! Jullie hebben nogal wat over voor jullie manager, hè? Zeg goed bezig. Ja, ja, maar kom maar binnen nu, want je zult wel moe zijn van de reis, hè? Ik kom direct, Frans. Ja, maar... Ja, ja. Onze manager? Ja, dat is een lang verhaal en ik ga het kort houden, maar Rosie heeft mijn broer hier wijsgemaakt dat ik jullie manager ben. Waarom? Nou, dat is ook een lang verhaal, maar het café is ook van mij. En ik heb een zoon. Rosie, toch? Nee, nee, ik heb dat verzonnen. Ah, oké. Okay. En moeten we nog iets weten? Dochters, huisdieren? Nee, dat is alles. Maar willen jullie meespelen zolang hij hier is? Ah, maar natuurlijk, Marcel. Ik begrijp dat, hè. Concurrentie tussen broers. Ja. Allebei de beste willen zijn. Zeg, gelukkig is dat bij ons niet zo. Ah, nee, omdat jullie weten dat ik de beste ben. Ja, ik vind dit echt... Toppie dat jullie allemaal die oelewapper zo spontaan willen helpen. Ja, echt toppie. Maar is het wel echt zo spontaan, dames? Ja. Ja. Ik krijg een heel klein beetje het idee dat jullie wel heel graag dat ene ticket voor Gaga willen hebben, hè? Helpen jullie Marcel daarom? Kom je erbij? Ja. Wow. Ja.
Nonkel Frans, goeiedag. Dag, ik ben Bas, zoon van Marcel. Bas? Ja, heet hij niet Benny? Benny? Ja, Benny is voor vrienden en Bas is voor familie, hè? En 5, 4 jaar? Wat ben jij groot? Ja, ik ben nog wel redelijk oud voor mijn leeftijd. Ja, wel, Bennieke, ik ben echt blij jou te kunnen ontmoeten. Marcel, waar haalt hij dat Hollands accent vandaan? Uit Nederland. Van mijn studies. Chirurgie. Oh my god. Op 15 jaar. Jij moet apetrots zijn, Marcel. Heel apetrots. Meisjes van K3, mag ik jullie iets vragen? Mm-hmm. Willen jullie voor mij optreden? Oei, Frans, ik denk dat dat... Broerke, ga ik dat toch voor mij regelen dat ze voor mij een nummerke doen? Ja, ja, natuurlijk. Volgende week, hè? Nee, nu. 1 dansje maar. Ja, allez, meisjes, hè. Optreden. Ja, maar... Is maar 1. 1 dansje, hè. Of 2, hè. Of 2. Oké, kom, het is goed. Broerke, jij hebt dat hier allemaal goed onder controle. Ja, 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 ja. Hé, huh? Hey, Marcel. Josje, ik kom iets vragen aan jullie alle drie. Oh. Ja, Christel, Karen, Marcel is hier. Ja. Hé, hey, Marcel. Goedemorgen. Zeg, ik kom iets vragen. Eigenlijk is het een vraagje van onze Frans. Hij vond jullie dansje gisteren fantastisch, hè? Ja. En nu zou hij vandaag graag een hele show zien in jullie mooie pakjes. Oh, nou, leuk. Vergeet het, Marcel. Ja, maar een optreden van 2 uur is genoeg, hè? 2 uur? Denk het niet, Marcel. Ja, maar eigenlijk heb ik het al een beetje toegezegd. Je had dat wel eerst kunnen vragen, hè? Ja. Trouwens, jij kan helemaal niks toezeggen, hè? Ja, ik kan dat wel, hè, nu dat ik jullie manager ben. Ja, dat is waar. Jij bent onze manager niet. Ja, maar... Nu heb ik eindelijk de kans van mijn leven om meer succes te hebben dan Frans. Eindelijk. Emoties. Weet je wat? Ik krijg mijn 2 tickets voor Lady Gaga. Nou, dat klinkt als een goede deal, hè? Oké. Maar het is ons allerlaatste optreden voor Frans, hè? Oh, merci. Dat zal ik nooit vergeten. Zie, Rosie, sorry dat ik het je moet zeggen. Maar ik vind dat je vriendelijker mag zijn tegen de klanten. Ik ben vriendelijk. Tegen vriendelijke klanten. Ah, dus ik ben niet vriendelijk. Blij dat je het door hebt. Goedemiddag. Goedemiddag. Helemaal geen goedemiddag. Uw personeel beledigt mij, hè? Huh? Hoe? Ik vind dat het hoogdringend is dat jij iets zegt tegen uw personeel, hè? Hey. Iets tegen mij zeggen. Moet die durven, oelewapper. Marcel, laat geen zo beledigen door uw personeel. Niet altijd. Nee, mijn kangaroo-farm zou het niet waar zijn. Onmiddellijk ontslag. Maar ja, je hebt u altijd al laten doen, hè, Marcel. Dat is niet waar. Rosie, je bent ontslagen. Dat wil ik meemaken. Jij mij ontslaan uit mijn eigen café. Ja, ja, ze werkt hier al zo lang dat ze denkt dat het van haar is hier. Dat komt er van, hè, Marcel? Als je de teugelstol loslaat, hè? Hoe gaat je dat nu oplossen? Hè? Goeiedag. Ik? Hey, onkel Frans. Ja, ah, zeg, Benny. Zet Rosie buiten. Ze is ontslagen. Wat? Ja, Rosie buiten zetten, hè? Nou, dat gaat niet lukken. Nou, als chirurg moet ik oppassen op mijn handen. Toch, pap? Ja, pap. Niemand naar u, hè, Marcel? Oh, bij mij zou het niet waar zijn. Ik zal ze zelf buiten zetten. Straks. You to do. Ik kom eens zien hoe jullie wonen. We gingen ons net klaarmaken. Oh, doe maar. The show must go on. Ik kijk wel eens rond. Ja, en ik zal veel hoe je rondkijkt. Amai. Ik had het mij wel wat chiquer voorgesteld, hè, zeg. Voor K3 is het toch maar flauwtjes, niet? Ah,
Kun je dat nog een keer zeggen? Ja, ik had op het verkeerde knopje gedrukt. Heb jij je niet gaan ontkleden voor de show? Oh ja, natuurlijk. Ja, dat heb ik helemaal vergeten. Met al dat filmen en zo. Hallo? Ja. Ja, ik weet het. Allee, kom. Ja, dag. Goedenavond. Zo. Nee. Jij blijft zitten, hè? Jij bent toch mijn zoon, hè? Zeg, Rosie, kan jij weggaan tijdens het optreden? Dan denkt Frans dat ik je ontslagen heb, hè? Ben je helemaal gek geworden, Oele Wapper? Ja, maar ik ontsla je toch niet echt? Dat kan ook niet, want het is mijn café. Ik speel ook niet langer mee, Marcel. Ik vind het niet kunnen hoe je Rosie behandelt. Dank je wel, lekker ding. Ja, dat ook nog. Wat moet ik nu doen? De waarheid vertellen. Nee, daar is geen sprake van. Ah, maar de meisjes zullen me helpen. Hallo. Ah, Frans. Hier, jongen. Oeh, is Rosie het nu nog? Ja, maar K3 komt erin. K3! Koningin van een lollipop. Ja, hoe is het al helemaal gedaan? Maar Marcel, laat ze nog een keer optreden in een ander pakje. Frans, ik denk nu wel dat het genoeg geweest is, hè. Ik ben kapot. 3 uur, zo lang hebben wij nog nooit opgetreden, hè. Nou, ik heb nog wel wat energie over. Luke, jij zorgt ervoor dat ze nog een keer optreden. Ik amuseer mij. Oké, als manager wil ik nu dat jullie... Marcel, nog... ik denk dat het tijd is om de waarheid te vertellen. De waarheid, Marcel? Marcel is onze manager niet. Nee, en dit is ook niet zijn café, maar mijn café. Ja, en ik ben ook Marcel zijn zoon niet, want Marcel, die heeft geen zoon. Marcel. Gij staat hier zomaar te liegen. Voor mij, uw eigen broerke. Eens een loser, altijd een loser. Ik denk dat dit het moment is om op te stappen. Marcel, je mag altijd nog wel mijn manager spelen, hoor. Bedankt dat ik hier mag blijven, terwijl dat Frans inpakt, hè. Ik heb me niet goed gedragen, hè. Sorry. Het is je vergeven, Marcel. Zeker als we je tickets krijgen. Ik heb er maar 2, hè. En Bas en Rosie hebben ze ook verdiend, hè. Ja, ik heb ze ook niet goed behandeld. Ja, maar je had ze aan ons beloofd. Ja, ik weet het, hè. Maar... Hallo? Ja. Wat is dat? Zet het eens wel uit. Ik weet het. Maar mijn vrouw heeft mij nu al bijna helemaal geplunderd. Dat zegt daar die scheiding. En mijn dochter spreekt het tegen mij. Nu dat mijn kangeroefarm failliet is. Ik zie het echt niet meer zitten om haar nog meer te betalen, hoor. Ja, lap zeg. Frans, ik weet het. Wat weet je? Ja, wat weet je? Ja, je moet ons eventjes alleen laten, alsjeblieft. Oh, ja, allee. Natuurlijk. Kom. Ik weet dat uw kangaroo farm failliet is. En dat je gescheiden bent. En dan ben ik de leugenaar. Wel. Ik ben blij dat ik het weet. Mijn kangaroo farm was al een mislukking van 20 jaar geleden. Maar ik wou niet onderdoen voor mijn grote broer. Je was toch altijd de meest succesvolle van ons 2. Nee, jij? Nee, Marcel. Ik heb altijd opgekeken naar u.
Ik heb niks. Ik heb zelfs nu geen geld meer om terug te keren naar Australië. Dus jij en ik, we hebben elkaar al die jaren belogen. Wij waren de slechtste broers in de geschiedenis van het broers en broer. Daar moeten we iets gaan aan doen. Daar moeten we iets gaan aan doen. We moeten iets samen doen, hè? Samen doen. Zodat we twee echte broers zijn. Ja, leg je de tijd. Samen onze pa zijn veld in brand steken. En warme. Frans en ik hebben een speciale mededeling. Ja. Marcel en ik, wij zijn weer goede broers. Ja. Oh, goed. En ik heb ook besloten wie met mij naar het concert gaat van Lady Gaga. Onze Frans. Ja.